spaar ik een groot budget bij elkaar. Ja. Het grootste bedrag wat ik ooit in mijn leven bij elkaar heb gespaard was voor mijn reis. 3 jaar later. Ik zit er. Maar misschien wil jij sparen voor een Chanel of, I don't know, iets anders. Dit is in ieder geval het stappenplan wat ik heb afgelegd om dat grote bedrag bij elkaar te krijgen. Stap nummer 1, je moet weten waar je het voor doet. Wat is je doel? Als je een product wil kopen is het natuurlijk heel makkelijk, want dan is het gewoon het prijskaartje van het doel. Bij reis is het echter niet zo makkelijk. En om het budget te bepalen voor een reis heb je een hashtag forever lazy methode. En je hebt de verstandige, gedetailleerde methode die vriendinnetje Claudia heeft gevolgd. Ik heb het artikel waaring zij dit uitlegt, heb ik hieronder gelinkt. Maar even in het kort, bij de gedetailleerde methode bepaal je per land wat het dagbudget is wat je nodig hebt. Dit kan je heel makkelijk vinden, eventjes gewoon googlen, daily budget, bla bla, en dan het land waar je naartoe wilt. Vervolgens, als je dat dagbudget hebt van het land waar je naartoe wil, vermenigvuldig je dat budget met het aantal dagen wat je in dat land wil blijven. Vervolgens doe je dit voor elk land waar je naartoe wil en kom je uit op je prijskaartje, a.k.a. het budget wat je nodig hebt. Dit is natuurlijk weer allemaal veel te veel werk voor mij, dus ik heb de hashtag forever lazy methode gevolgd. Wat heb ik gedaan? Ik heb gekeken naar het bedrag wat ik in Nederland nodig heb om leuk te leven, om het zo maar te zeggen. Niet het minimale wat ik nodig heb. Vervolgens heb ik gekeken of de levensstandaard van de landen waar ik naartoe wilde hetzelfde of lager was dan in Nederland. Nou, dat was het geval. Dus ik dacht, top, gewoon 12 keer het maandbudget wat ik in Nederland nodig heb. Dat is mijn budget. Dan gaan we over naar stap nummer 2. En dat is precies weten hoeveel je per maand kan sparen. No, niet dit gedeelte skippen omdat je denkt, oh Yves, ik weet wel wat ik ongeveer per maand kan sparen. Ik kan wel even spoelen in de video. Nee. Alsjeblieft, leer van mijn fout. Ik heb 2 jaar gespaard met, oh, ik weet wel wat ik ongeveer kan sparen. Ik zet wel ongeveer dit bedrag opzij en dan zal het wel goed zijn. Totdat ik na 2 jaar, voor de grap eens een keertje, tot op de cent, alles wat ik binnenkreeg en alles wat ik uitgaf in een Excel zette. En toen dacht ik echt, oh my god, ik geef gewoon per week 100 euro uit aan onzin. Croissantje hier, haarbandje daar, notitieboekje hier. Onzin! Dus mijn tip is, ga niet 2 jaar wachten voordat je weet wat je precies kan sparen. Maar zet aan het begin al alles meteen in Excel. Tot op de cent nauwkeurig. En ik beloof je dat je meer kan sparen dan wat je nu denkt dat je kan sparen. Oké, je weet wat je doel is. Je weet welk prijskaartje daaraan hangt. Je weet precies wat je per maand kan sparen. Even gewoon double tap. Goed bezig, man. Gaan over naar stap nummer 3. Als je voor een langere tijd spaart, dan zal je manieren moeten vinden om jezelf gemotiveerd te houden. Anders lijkt het alsof dat geld elke keer gewoon verdwijnt. Maar je weet niet, weet je, hoe het zich ontwikkelt, om het zo maar te zeggen. De belangrijkste manier waarmee ik mezelf gemotiveerd hield, was door elke maand, als ik geld ging overmaken naar mijn spaarrekening, en ik heb nog een tip over die spaarrekening, maar die vertel ik zo meteen wel, dat ik dan alles weer ging opschrijven van hoe ver ik was gekomen en hoeveel ik in de maanden daarvoor had gespaard en overgemaakt en hoeveel maanden ik nog moest sparen. En ik deed dat met de hand, maar dat kan je natuurlijk in een Excel doen en dan kan je ook van die mooie grafiekjes uitdraaien en dat soort dingen. Dit bijhouden geeft je een gevoel van vooruitgang en dat gevoel dat je vooruit gaat is zo belangrijk om het sparen vol te houden. Ik durf echt wel te zeggen dat als ik dat gevoel niet had gehad, dat ik dan veel sneller had opgegeven en had gedacht van, ja, dit gaat me gewoon nooit lukken. Een tip over die spaarrekening trouwens. Ik heb meerdere spaarrekeningen. En voor dit doel had ik 1 specifieke spaarrekening die alleen voor dit doel was. En waar ik letterlijk maar 1 keer in de maand op keek. En dan zeg maar mijn cijfertjes ging opschrijven en lalala. Voor de rest keek ik niet naar die spaarrekening om en ik kon niet pinnen van die spaarrekening. Als ik geld van die spaarrekening wilde uitgeven, dan moest ik eerst met internetbankieren weer geld overmaken naar mijn gewone rekening en dan pas kon ik dat zeg maar uitgeven. Wat een natuurlijke drempel is om geld van die rekening uit te geven, want je moet het weer gaan overmaken en dan moet je daar weer over nadenken van ga ik dat wel of niet echt doen en dan bedenk je je misschien. En dan komen we bij de laatste stap, stap nummer 4, las spaaradempauzes in. Yep, ik heb een nieuw woord bedacht, maar dit is echt zo belangrijk en net als het bijhouden is het echt een hele belangrijke succesfactor geweest. Kijk, als je 3 jaar lang gaat sparen, dan weet je 100% zeker dat je verleidingen tegen gaat komen. Ik hou van shoppen.
Als ik voor mezelf van tevoren zou moeten bedenken dat ik 3 jaar lang niet zou shoppen, dan zou ik denken, laat maar, not worth it. En het, ja, dat is gewoon heel menselijk, dat je korte termijn doelen veel belangrijker vindt dan lange termijn doelen. Dus wat je kan doen en wat ik heb gedaan, is die verleidingen gebruiken als beloning. Ik wist, ondanks dat ik een zo groot mogelijk bedrag voor mijn reis bij elkaar wil sparen, wil ik het shoppen niet opgeven. Dus ik ging spelletjes voor mezelf inbouwen. Als ik bijvoorbeeld 3 maanden goed gespaard had, dan mocht ik een x-bedrag shoppen. Daarmee sla je natuurlijk 2 vliegen in 1 klap, want je houdt je verleidingen onder controle. Plus, je gebruikt ze als motivatie om te sparen en te doen wat je moet doen. Je moet jezelf wel echt goed kennen hiervoor, want als je nu heel, zelfingenomen klinkt een beetje hard, maar... Ja, we kennen ze allemaal, denk ik, van die mensen zeggen, oh, dat heb ik niet en ik kan dit en ja, 1 op de 10 mensen kan dat. Maar wat je vervolgens ziet gebeuren, is dat hun frustratie zich zo opbouwen, dat ze op een gegeven moment denken, dit gaat nooit lukken en dan hartstikke veel geld in 1 keer uit gaan geven. Terwijl als je gewoon af en toe had toegegeven aan die verleiding, je veel minder geld zou uitgeven dan als je al die frustratie laat opbouwen. Vind je deze tips nuttig? Steek dan een duimpje omhoog. Ik zie je morgen weer bij de vlog en dankjewel voor het kijken.